Een van de mooiste dingen na orgaantransplantatie is dat ook de menstruatiecyclus meestal weer herstelt. Of je dan ook veilig zwanger kan worden, dat hangt heel erg af van vele zaken. Onder andere bijvoorbeeld welke soort transplantatie je hebt gekregen. En of het verstandig is om zwanger te worden, is dan daarom altijd belangrijk om te bespreken met je orgaanspecialist. De meeste ervaring met zwangerschappen is er met nier- en levertransplantatie en wat minder bij hart- en longtransplantatie. Je behandelend arts die zal kijken naar een aantal zaken. Allereerst is het belangrijk hoe het getransplanteerde orgaan functioneert. Hoe beter het orgaan functioneert, des te kleiner is de kans op complicaties. Soms is er ook verandering van medicijnen noodzakelijk. Je kunt bijvoorbeeld niet met alle afstotingsmedicijnen veilig zwanger worden. Na die aanpassing is het natuurlijk belangrijk dat de orgaanfunctie ook met de nieuwe medicijnen stabiel blijft, voordat je probeert zwanger te worden. Deze aanpassing van de medicijnen kunnen we pas veilig doen 1 jaar na transplantatie. Maar bij een zwangerschap moeten we natuurlijk niet alleen denken aan het belang en de gezondheid van vader en moeder, maar ook aan het toekomstige kind. Daarbij is het belangrijk om na te denken over de erfelijkheid van je ziekte, de toekomstverwachting van je eigen gezondheid en de overleving met de aandoening die je hebt en hoe dit bijvoorbeeld de opvoeding en de toekomst van je kind kan beïnvloeden. Bespreek ook de risico's op deze gebeurtenissen met je arts en probeer alvast te bedenken wie je zou kunnen helpen in je omgeving. Het is wel belangrijk dat je nadenkt met je partner en je sociale omgeving hoe het er na de zwangerschap uit zal zien. Nadat je met je behandelend arts, je transplantatiearts, hebt afgesproken over een eventuele kinderwens, zal die transplantatiearts je doorverwijzen naar de gynaecoloog. Dat betekent dat je bij mij of bij een van mijn collega's komt voor een zogenaamd preconceptioneel consult. Tijdens dat consult bespreken we wat de kansen zijn op goede zwangerschapsuitkomsten en welke voorbereidingen we adviseren te nemen voordat je besluit zwanger te worden. Allereerst de invloed van transplantatie op de zwangerschapsuitkomsten. Dat hangt natuurlijk voor het grootste gedeelte af van hoe het getransplanteerde orgaan functioneert, hoe goed hij het doet en hoe je dus lichamelijk bent op dat moment. Ook speelt de nierfunctie, bijvoorbeeld na niertransplantatie, natuurlijk een belangrijke rol. Hoe beter je getransplanteerde orgaan functioneert, hoe groter de kans is op een goede zwangerschapsuitkomst. Verder komt het ook wat vaker voor bij vrouwen na een transplantatie dat ze tijdens de zwangerschap hoge bloeddruk ontwikkelen. Dat heet in de volksmond zwangerschapsvergiftiging. Deze kans is wat groter bij vrouwen die al een hoge bloeddruk hadden voordat ze zwanger werden. Net zoals vrouwen zonder een transplantatie adviseren we om voordat je zwanger wordt te beginnen met foliumzuur en uiteraard ook te stoppen met roken en alcohol. En een ander belangrijk ding waar je ook zelf wat aan kunt doen is proberen een gezond gewicht te krijgen. Dus in de meeste gevallen betekent dat dat je iets moet afvallen.